vandaag zondag 19 april en het is 10:45. Vandaag is mijn allerlaatste vlog. Ik vind het echt heel erg, want ik vind vloggen super leuk om te doen. En ik heb het deze paasvakantie ook weer heel erg leuk gevonden. En ik heb ook weer heel goed mijn best gedaan. En ik vind het ook helemaal leuk als jullie lieve comments achterlaten. Mijn planning voor vandaag, zoals ik gisteren in mijn vlog al zei, ga ik vandaag heel veel video's opnemen. Omdat voor de hele week dat ik school heb, moet ik dus video's online kunnen zetten. En zoals ik gisteren ook al zei, is het zo dat ik onder school geen video's opneem, omdat ik dan huiswerk moet maken. En ik bedoel, dan heb ik ook gewoon niet zoveel tijd om een video op te nemen. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik weet niet of mijn laatste vlog heel boeiend gaat zijn, omdat op zondag zijn ook alle winkels dicht. Dus gaan shoppen kunnen we sowieso al niet gaan doen. Maar ik zal proberen het zo boeiend mogelijk te maken. Maar ik bedoel, ik moet dan een video opnemen en dan moet ik het op de computer zetten. Ik moet het bewerken en ja, dan denk ik er gewoon soms niet aan om te vloggen, omdat ik dan zo bezig ben met die ene video. Dus ik ga mijn best doen om vandaag zo leuk mogelijk te maken. Ik kan niets beloven, maar ja, ik doe mijn best. Dus dat is zo wat de planning voor vandaag. En ja, dan zie ik jullie straks. Ik heb even alle vragen van de Q&A verzameld in een Word-document. Zowel de vragen op YouTube, mijn blog als mijn Instagram-account. En dit zijn alle vragen van jullie. Jullie hebben er zoveel gesteld. Ik kom uit op 53 vragen, maar je moet denken, sommige personen hebben echt meerdere vragen gesteld. Bijna iedereen heeft meer dan één vraag gesteld, dus het zijn gewoon meer dan 53 vragen. Ik denk dat ik ze in één Q&A ga doen, maar toch misschien wat veel dan. Dus ik ga kijken, misschien ga ik het in twee Q&A's opsplitsen. Ik ga nog kijken, maar ik wil deze vragen wel sowieso allemaal beantwoorden. Sommige heb ik weggelaten, omdat sommige mensen meerdere keren dezelfde vraag stellen. Dus als ik hem gewoon één keer beantwoord, is dat goed. Maar het zijn echt heel veel vragen. Ik ben aan het twijfelen of ik ze ga opsplitsen in twee Q&A's of deze vragen allemaal in één Q&A ga doen. Ik ga nog kijken hoe ik het ga doen. En ja, bedankt voor de vragen trouwens, want ze zijn echt heel erg leuk. Het is nu 12:30, denk ik. Ja, ik denk dat 12:30 is ongeveer. En ik ga nu beginnen met video's op te nemen, omdat het nu middag is en de zon schijnt heel mooi. Dus is het beeld ook heel erg mooi. En ik zal even kijken hoe laat het is. Het is 10:50, niet 12:30. Ik heb dus net middag gegeten. En voor de rest gewoon nog wat YouTube filmpjes gekeken. Ik ga dus nu video's opnemen. Ik ga beginnen met de Get Ready With Me video. Dan ga ik de make-up stash opnemen, dan de Q&A. En ik weet nog niet wat ik dan nog ga opnemen. Ik wou ook nog een ochtend, avond of evening routine doen. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Ik weet, jullie hebben het massaal aangevraagd. En nu ga je denken van ja, waarom doe je het dan niet? Ja, ik moet nog kijken hoe ik het ga doen, en want ik wil dan een beetje zien hoe dat ik het ga aanpakken, wat ik ga filmen, hoe ik het ga filmen. Dus ik ga eerst die Get Ready With Me filmen, dan de make-up session, dan de Q&A. Want ik heb nu dus geen make-up op, omdat ik dus die video ga opnemen, anders moest ik mijn everyday make-up er weer afhalen. Omdat ik nu met foundation aan het werk ga en zo. Dus dat ga ik nu doen en dan zie ik jullie straks. Het is 3:00 en ik heb net even een video geëdit. Hij duurt 3 minuten en 27 seconden. Hij is nu aan het opslaan. Het is een, ja, wat is het eigenlijk? Een make-up look, zeg maar dan versneld en zonder uitleg. Dus die is nu aan het opslaan. En ik heb nu een andere intro. Ik krijg heel vaak de reactie van die intro is saai, hij duurt lang. Ik spoel hem meestal door, ik kijk hem niet. En eigenlijk had ik die intro nog niet zo lang, maar ik bewaar sowieso al mijn intro's op mijn laptop. En ze staan ook op stick. Gewoon, het is leuk om terug te zien. Maar nu heb ik dus een nieuwe intro. Hij duurt maar 3 seconden. En hij kan hem gewoon altijd blijven gebruiken. Echt mijn hele YouTube leven, zeg maar, lang, want het is gewoon echt een hele simpele intro. Zo eindigde eigenlijk mijn vorige intro. Dat heb ik er gewoon dus uitgeknipt. En ik zal het eventjes laten zien. Dit wordt mijn intro. Als hij wil openen. Ja, mijn laptop is soms echt heel traag. Oké, dit is het dus. Ja, het is dus gewoon heel erg kort. Ja, hij begon nu net opnieuw, daarom dat het zo raar geluid was. Hij is dus heel erg kort en ik denk dus dat dat gewoon een vaste intro wordt. Deze video komt morgen online als jullie deze vlog aan het kijken zijn. Ja, waarschijnlijk hebben jullie school. Ik weet niet wanneer in Nederland paasvakantie is. Of hebben jullie lentevakantie? Ik weet het niet juist. Maar in ieder geval, morgen heb ik dus school en om 8:00 staat deze vlog online, wat ik nu aan het filmen ben. En om 12:00 komt deze video online. Dus dan zien jullie de intro. Hopelijk vinden jullie dat leuk zo en ik wil het eigenlijk ook zo houden, want ik wil ook niet te vaak veranderen. Sommigen hadden ook al gezegd van doe gewoon geen intro.
Dat wil ik niet eigenlijk. Ik vind dat echt zo'n beetje eigen aan mijn kanaal, zeg maar, met die intro erbij en alles. Dus die laat ik gewoon, maar ik hoop dat jullie deze goed vinden. En ik ga nu wachten tot deze video is opgeslaan. Ik heb ook de Q&A opgenomen. Ik ga even zo filmen. Ik heb ook de Q&A opgenomen. Ik weet niet hoe lang die duurt. Ik denk toch boven de 10 minuten. Dus ik ga kijken, misschien ga ik dat dan Q&A deel 1 5 minuten en Q&A deel 2 ook 5 minuten. Dus dat ik die opsplits. Ik ga nog kijken. En de make-up stash ga ik zo meteen ook opnemen. En dan heb ik alles gedaan. Dan ga ik die al allemaal editen. En kijk, nu is mijn bureau zo helemaal leeg. Normaal zit daar zo mijn laptop en allemaal rommel. En jullie zien het waarschijnlijk wel, ik heb make-up op. Dat is dus van die video die ik net heb opgenomen. Dus kijk zeker straks om 12 uur komt die video online. Kan je zien hoe ik deze look gemaakt heb. Het is een budget make-up look. Het is alleen maar budget producten gebruikt. Ik heb ook niet zo heel veel dure make-up producten. Ik heb vooral Essence dingetjes gebruikt. En ik ga alle producten in de beschrijving zetten. Want ik heb niet gesproken in de video. Ik heb er geen tekst bij gezet. Gewoon muziek. En versneld. Dus de producten gaan allemaal in de beschrijving te staan komen. En ik vind de make-up look heel erg mooi. Ik heb ook foundation op. Echt gewoon een full face look. En die video is nu 71% opgeslagen. En als die is opgeslagen ga ik mijn make-up stash filmen. Want de hele setting van de Renette staat hier nog. Spiegel, kussentjes, boeken, alles nog. Dus dat ga ik ook zo meteen eventjes opruimen. Want ik haat het als het daar zo allemaal staat. En ja, dat ga ik nu dus doen. Ik ben eventjes op mijn Facebookpagina aan het kijken van What a Beauty. En ik heb 106 likes. Yay! Mijn vorige Facebookpagina, die heb ik dus weggedaan omdat ik daar niks mee deed. Had ik ongeveer een half jaar en daar had ik 7 likes op. En deze heb ik een paar dagen en 106 likes. Dank jullie wel. En op mijn Instagram account van What a Beauty dus heb ik 118 volgers. Ook heel snel gegaan. En op mijn persoonlijke account, dus Anouk-Volders, heb ik 272 volgers. En wat ik eventjes wil zeggen, er is, ik ga even de camera omdraaien. Er is op Instagram een nep-account. Die heet WhatABeautyX. En die heeft 20 volgers. Daar staan superveel foto's op. Die heeft ze waarschijnlijk gewoon gekopieerd van al mijn social media dinges. En heel veel mensen denken dus dat dat ook een van mijn accounts is. Dat is een nep-account. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen deze vlog nu aan het kijken zijn. Dus WhatABeautyX is een nep-account. En de profielfoto ben ik met de babylips volgens mij. Dus dat is een miniatuurafbeelding van mij. Dat is niet mijn echte WhatABeauty-account. Mijn echte account is dus, ja, heet ook WhatABeauty zonder een X. Er staan nog maar 2 foto's op en daar heb ik 118 volgers. Dus alsjeblieft, ontvolg die persoon, want dat ben ik dus niet. En ik denk dat zij zich voordoet als mij, maar ik ben het dus niet. Want er zit ook een foto op met mijn vriendin, een foto op met mijn mama. Dus het is allemaal fake. Die foto's zijn echt van mij, maar die heb ik er zelf niet opgezet. Dus het is maar dat jullie het even weten. Die persoon heeft dus 20 volgers. Ik ben het niet. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog aan het kijken zijn en dat jullie het weten. Maar oké, dat wil ik dus eventjes zeggen. En dus nogmaals bedankt voor de 106 likes op mijn Facebookpagina. Dus 5:10 en er is iets heel ergs gebeurd. Net viel mijn make-up lade uit de laadjes. Ik was hem open en toen ik was nog even alles netjes aan het leggen voor de make-up stash te filmen. Toen viel de lade eruit en ik was dus alles terug in duwen en toen ineens zag ik dit. Mijn oogschaduw van Essence is kapot en ik vind het heel erg. Ik ga hem wel bewaren, doe je kan hem nog wel gebruiken. Maar ik vind het super erg dat hij kapot is. En oh, als ik die lade nu niet had laten vallen, was die nu niet kapot geweest. En ik vind het echt super erg, want het is een prachtige oogschaduw. Ik gebruik hem misschien niet heel erg vaak, maar oh, ik vind het zo stom dat die kapot is. Nu ook net een make-up sessie gaan filmen en dan heb je zo'n gebroken oogschaduw. Ja. Denk ik vlog het wel even, want oh my god. Oh, ik baal er echt van. Ik vind het echt stom. Ja, oké. Het is kapot. Het is 7:15 en ik heb net avond gegeten. Ik ben ook gedoucht zoals jullie kunnen zien, want mijn haar is nat. Ik ga mijn vlog afsluiten, want ik ga niet meer zo heel veel speciaals doen. Nog wat tv kijken, YouTube video's kijken. En ik wil ook deze vlog al graag bewerken, want ik wil hem kunnen inplannen tot hij morgen om 8 uur online kan. Morgen heb ik terug school. Ik moet vandaag dus om 10 uur gaan slapen. Daarom dat ik hem ook nu al afsluit. Anders had ik misschien nog wel iets van de laptop gefilmd of zo. De vlogs zijn gedaan. Dit was de allerlaatste vlog. De paasvakantie is nu voor mij gedaan.
En de volgende vakantie is dus de zomervakantie. Dan ga ik 2 maanden lang vloggen alweer, zoals ik vorige zomer ook gedaan heb. Maar de volgende vlog is de Beauty Gloss Party en dat is 3 mei. Dus dat is niet meer zo heel lang, dan is er weer even een vlog tussendoor. Ik ga dus de vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de super lieve reacties onder mijn vlogs en ook onder mijn gewone video's. En voor alle duimpjes omhoog en het abonneren op mijn kanaal. Ik wil jullie echt allemaal bedanken. Ik ben jullie echt heel erg dankbaar. Ik vond het vloggen deze 2 weken heel erg leuk om te doen. Ik heb mijn best gedaan. Soms waren ze al wat saaier. Maar alsnog vonden jullie het dan heel erg leuk. Dus dat apprecieer ik echt. En het vloggen, dat ligt me echt zo goed. Ik zou het echt eigenlijk fulltime willen doen, dus ik wil elke dag vloggen, zoals Masha dat eigenlijk doet. Maar met school en zo is dat toch wel druk en de school mag natuurlijk niet lijden onder het vloggen. Ik bedoel, het vloggen mag niet lijden onder school. Ja, klopt dat wat ik zeg? ik bedoel, mijn punten moeten natuurlijk wel nog goed blijven en dat gaat sowieso niet werken als ik elke dag ga vloggen, want dat moet dan bewerkt zijn en zo. Dus ik hou het gewoon bij elke vakantie vloggen en ik vind het gewoon heel erg fijn en ik merk dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. Dit was dus de allerlaatste vlog. Nu gewoon, alle dagen komen er weer beautyvideo's online. Elke dag om 8 uur een video, gewoon eentje. Maakt niet uit wat, als jullie nog suggesties hebben, mag je dat hier beneden achterlaten in de comments. De make-up stash staat nog op de planning. Die zijn al opgenomen en zo, dat heb ik vandaag gedaan. Een budget make-up look staat op de planning en Q&A deel 1 en 2. Ik heb ze opgesplitst. Eentje duurt 13 minuten en de andere 6. Dus als ik dat samenzette, was dat een Q&A van 20 minuten. En dat is heel saai om naar te kijken, 20 minuten lang. Dus heb ik het opgesplitst in 2 delen. Dus die video's staan nog op de planning. Maar als je nog suggesties hebt, mag je die altijd hier beneden achterlaten. En dan ga ik er wat mee doen. Zoals ik al zei, ochtend, evening en avondroutine. Nu liever niet, omdat ja, met school weer en daar zie ik heel veel tijd, zoals ik al gezegd heb. Maar als je nog andere ideetjes hebt, mag je die altijd achterlaten. Ik hoop dat jullie mijn vlogs leuk vonden. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om te doen. En ik wil jullie ook nog allemaal bedanken voor de 3376 abonnees die ik op dit moment heb. En ik ben er heel, heel erg blij mee. Oké, ik ga de vlog nu echt afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer in mijn gewone, normale beauty video's. Doei!